twee, één, slaan. Eindelijk, de eerste paal voor het nieuwe ziekenhuis ging vanmiddag de grond in. Yes. En dat werd tijd ook. Als je dit gebouw allemaal ziet, dan zie je dat er ratje toe aan gebouwen zijn. Je ziet, mensen zijn zeer tevreden over zorg. Maar ik zou ze toch wel graag wat meer privacy willen bieden. En een betere comfort dan ik ze nu kan bieden. Dit zijn de polygebouwen die we laten staan. En daar, als je daar naartoe kijkt, dan zie je de parkeerplaats. Hier komt het nieuwe ziekenhuis. Door het samen te voegen kun je verschillende afdelingen op één afdeling plaatsen. Daardoor krijg je het wel compacter, maar kun je wel de functies behouden. Het nieuwe ziekenhuis krijgt minder bedden en wordt dus kleiner. Dit ziekenhuis wordt wel kleiner, maar alle basisfuncties zoals een spoedeisende hulp, een intensive care, oftewel de hartbewaking en de bewaking van acuut zieke mensen, maar ook de verloskunde, maar ook de kindergeneeskunde, dus de zorg voor de kinderen, die komen allemaal hier. Hardenberg houdt dus een compleet streekziekenhuis. Ook zullen er meer ziekenhuisfuncties teruggaan de regio in. Eigenlijk de omgekeerde beweging, want dit was vroeger het Aleida Kramer ziekenhuis in Coevorden. Maar na de fusie met Hardenberg verdween de ziekenhuisfunctie grotendeels. Het oude waterschapsgebouw wordt de komende tijd verbouwd tot een nieuw medisch centrum. Wat in Coevorden komt, zijn allerlei onderzoeken zoals röntgenfoto's, longonderzoeken, hartonderzoeken. Dit is een echoapparaat, een echo waarbij je echo's van het hart kunt maken. Die kun je gewoon meenemen. Maar even alle voorzieningen die je voor een normale grote apparaat ook hebt. Deze gebruiken we ook om in Coevorden te gebruiken. Zoals ECG's, holters, maar ook kleine behandelingen die kunnen daar plaatsvinden. En alle feitelijke consulten, polyconsulten, kunnen daar ook plaatsvinden. Gaan er dan ook specialisten van hier daar dan werken? Ja, allemaal. Huisartsen en specialisten gaan in het medisch centrum samenwerken. Het grote voordeel is dat mensen elkaar nog sneller dan nu al kunnen vinden. Dat er hopelijk steeds minder dubbele onderzoeken nodig zijn. En dat mensen daardoor ook sneller geholpen worden. En dan is er nog een reden om in Coevorden een medisch centrum te beginnen. Mensen in Zuidoost-Drenthe leven gemiddeld ongezonder en zijn vaker chronisch ziek. Dat moet anders. Dat hebben we samen met de huisartsen, maar ook met de gemeente hebben we afgesproken om dat in 10 jaar dat verschil terug te brengen tot nul. En liefst nog beter. Het Aleida Kramer wordt uiteindelijk gesloopt en daar komt dan een woonzorgcomplex voor dementerende ouderen.